weet het. Ik kan niet vechten. Ik ben niet zo angstaanjagend als dat ik misschien zou willen lijken. Maar vandaag gaat onze video over... Onze video, mijn video, jullie video. Over actiehelden. Dus ik ga een paar actiehelden en films voorbij laten komen. Waar ik soort van mee ben opgegroeid en die ik gewoon super tof vind. En let's go! En dit is er eentje die waarschijnlijk veel mensen kennen. En het is Bruce Willis van Die Hard. En hij is natuurlijk van veel meer films. Maar Die Hard is een van de bekendste. En dan heb je altijd een quote en dat is... Yippee-ki-yay, motherfucker. En ik vind het gewoon super cool. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Het is een kerstfilm, dus ja, als je een gozer bent of een meisje bent die geen zin heeft in van die zwijmel kerstfilms, dan kan je altijd Die Hard kijken. En Die Hard is humor. Het is met Snape, de eerste in ieder geval. De tweede is Dwayne Johnson, aka The Rock. En The Rock is gewoon echt zo'n super coole dude. En je kan hem kennen van, oh my god, hoe heet hij ook alweer? Oké, ik laat het nu zien. Hij heeft in ieder geval lang haar, half naakt. Hij is super cool. Dit soort acteurs, die spelen ook altijd in gewoon een kinderfilm. Dit vind ik zo tof. Hij ging lip-synken op TT. Dus ik ga even laten zien hoe dat ging. En gewoon, oh my god, fangirl. De derde. Just, oh my god, ik bedoel, Arnold Schwarzenegger. Ik kan nog steeds niet zijn naam typen. Al hij speelt in mijn favoriete kerstfilm, Jingle All The Way. Maar hij speelt natuurlijk ook in Predator. In Terminator gespeeld, waar hij half robot is. En natuurlijk zijn meest bekende quote ever. I'll be back. De meeste misschien hebben dit wel eens gezien. Maar er is een video van een soort comedian, een Amerikaanse, die hem nadoet. En in de Predator film schreeuwt hij, get to the chopper, now. Oh my god, I nailed it. Nou, hier valt dat stukje. En dat doet hij ook super goed na. You know there's a flip side to this coin. I might have to take it down. I won't like it, but I'll do it. Om niet te vergeten, zijn er natuurlijk ook twee vrouwen die ik erin moet verwerken. Kate Beckinsale van Underworld. Oh my god. Kick-ass. Echt gewoon zo'n toffe chick. Ik hou ook van vampierfilms, maar dan niet Twilight, weet je wel. Dan wel echt de Die Hard. De volgende meid, Resident Evil. Mila Djokovic ofzo. Echt gewoon zo'n kick-ass wijf dat ik eigenlijk zelf zou willen zijn. Maar een beetje te pussy voor ben om het waar te maken, laat maar zeggen. Ik bedoel, dit is echt de beste vampierfilm ever. En het is Blade. Wesley Snipes van Blade. Zo'n toffe dude. Ik zit even te kijken, want ik heb ook zijn... Ik heb zeg maar de trilogie op DVD. Een super gave film is Priest en Daybreakers. Die vind ik allebei echt heel erg tof. En dat zijn ook vampierfilms. Actiefilmhelden. Oh ja, bijna vergeten. Expendables en Red. Red is dus met Bruce Willis, een vrouw en ik weet niet hoe ze heet. En een andere gekke dude die echt gewoon gestoord doet. Een paar andere. Ik weet niet hoe die heet. Donkere dude die God speelt altijd. Morgan Freeman. En die zijn dan ook een kick-ass team. Ze zijn al ouder en dat maakt het op een of andere manier nog geweldiger. En je hebt ook Expendables en dan heb je Arnold en dan heb je Bruce en Sylvester Stallone. En hoe heet die dude ook alweer die van autoracen en shit? Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, ook allemaal actiehelden, acteurs spelen in één film. En dat vind ik zo tof. En dan heb je ook een scène waar Bruce en Arnold van hun meest bekende quotes in Expendables in een scène stoppen. I'm almost out. I'll be back. You've been back enough. I'll be back. Yippee-ki-yay. En dat is gewoon zo geweldig dat ik gewoon niet normaal... Ik was echt gewoon aan het fangirlen, want het is zo tof. Ja, ik zit hier helemaal in mijn element, blijkbaar. Maar dit was de video, dus laat mij weten of jullie van actiefilms houden. Leave it in de comments en... nou, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik ben een beetje te enthousiast volgens mij, maar... Have a nice day!